Mark Evers, hoe uitzicht de vreugde bij jou? Op dit moment even in rust en een biertje. En even laten bezinken. Net in de kleedkamer ongeveer 2 seconden wat gezegd. Dat was meer dan genoeg. Meestal ben ik iets langer van stof. Ik heb gezegd bedankt. En dat is na deze wedstrijd ook even voldoende. Wat was dit voor wedstrijd? Ja, ik denk iedereen die hier geweest is, heeft een toppot gezien. Alles erop en eraan. 2 voetballende ploegen. Individuele kwaliteiten bij DTS. Ik denk een beter voetballend team bij ARC met meer kansen gehad. Als je wel elke keer achter de feiten aanloopt, de goals die je tegenkrijgt. Ja, verdiende DTS het natuurlijk ook. De momenten dat wij gelijk maken, ja, dat is wel heel lekker 2 keer. Ja, en in de verlenging had ik echt het gevoel, ja, we gaan erop en erover. Deden we denk ik ook, 3-2. Ja, en daarna moeten we alleen 4-2 maken, doen we niet. Ja, in de laatste 8 minuten kon voor mij niemand meer lopen. Ja, en dan valt hij goed. Ja, en dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met, ja, laat het geen 4-3 worden. Dan maar penalties. Het hele jaar, ik geloof niet in penalties schieten, oefenen, trainen. Maar het hele jaar op donderdag nemen wij penalties. Zelfs als we moeten het weer, ja, je weet nooit of het een keer van pas komt. Ja, goed, en dan schieten we ze er alle 5 in. Ja, goed, en dan gaat er een hoop door je heen. Natuurlijk best wel een zwaar jaar geweest. Ja, en als je dan op deze manier in deze wedstrijd, met zoveel karakter. Eigenlijk je karakterjongens die je ook gewisseld hebt vandaag, dit seizoen. Koen, Luc, Niel, Dirk. Ja, als je ziet hoe die A-junioren doen. Ja, weet je, analyseren tot je erbij neervalt. Super trots en het gaat om resultaat. We hebben het geflikt en het kwam van ver dit jaar. En des te mooier is het. Kun je een beetje een inkijkje geven wat er door jouw gedachten heen ging? Nee, dat lijkt me niet handig. Dan denk ik dat ik het niet droog hou. Het hele jaar over de bank genomen, dit is waar je voorop natuurlijk op hoopt voorafgaand aan het seizoen. Wat is daarvan uitgekomen? Ja, alles. We wilden het beter doen dan vorig jaar. We hebben vaak met elkaar gesproken. Ik durf altijd wel een uitspraak te doen. Loop ik niet voor weg. Ook in de selectie natuurlijk wat tegenvallers gehad bij het begin. Met zware blessures. En ja, goed. En dan, als we dan afspreken dat we en de halve finale van de beker willen halen, zodat we KNVB-beker gaan spelen. En dat we het in de competitie beter willen doen. Ja, en alles komt uit. En de hele club is levend. En ja, ARC is weer waar het moet zijn. Ja, maar mooier kan niet. En jij ook? Hoor jij ook in de hoofdklasse? Er zijn andere mensen om te beoordelen. Feit dat jij hier verantwoordelijk voor bent. Is er nog her en der aan jou getrokken de afgelopen tijd? Wordt er nog aan jou getrokken? Nee, doet alleen mijn vrouw. Dat is wel een goed teken. Ja, precies. Maar jij gaat nu volop met ARC de hoofdklasse in, zonder enige twijfel. Ja, absoluut. Volle verstand voor gekozen. Het is een club die zo groot, er kan zoveel. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel vriend. Van namens Evenstein, van harte gefeliciteerd met de promotie jongens. Ja, dat mogen we ook nog wel even zeggen. Evenstein, bedankt voor het warme welkom, fantastische veld, accommodatie. Dus complimenten. Complimenten. Dus waar waren we gebleven? Nou ja, laten we maar met de laatste vraag verder gaan. Normaal zou je misschien vragen wat heb je te zoeken in de hoofdklasse, maar ik ken jou een beetje. Jij benadert die vraag heel anders. Wat zijn de mogelijkheden voor jullie? Ja, nou ja goed. Tot 3 maanden geleden twijfelde ik daar ook aan. Wat zijn de mogelijkheden? Maar vooral de bekerwedstrijd tegen Rijnvogels uit heeft echt iets doen beseffen in deze ploeg. Dat het kan, dat we meer kunnen. Jongens die weer terugkomen. Aantal jongens die boven zichzelf uitgroeien, maar daar heel veel wedstrijden voor moeten spelen om dat niveau vast te houden. Wij zullen absoluut geen lelijk eentje zijn volgend jaar. Ik speel elke wedstrijd om te winnen. Dus ja, weet je, het is niet realistisch waar we vandaan komen om te zeggen we gaan volgend jaar voor een kampioenschap. Dat gaat helemaal nergens over. Maar wij hoeven er ook niet zomaar uit te vliegen, wat een hoop eerste klassers wel doen. Alleen, daar zullen we keihard voor moeten werken. En dan gaan we kijken wat er in het vat zit. En dan ga ik altijd voor het hoogste. Eerst deze dag nog. Wij gaan mee naar Alphen. Wat gaan wij dan zien? Mark Evers op tafel, Mark Evers in Polonaise. Ja, ik loop normaal wel voorop, maar vandaag loopt iedereen voorop. Dus ik denk op het moment dat jullie weggaan, dan laat ik me wel gaan.